had dat flow, een beetje yin erbij. Oh, genieten. Blij zijn dat we maandag terug open kunnen. Toch al buiten. Terrasjes zijn aan het klaarmaken. Sluit je ogen. Armen ontspannen naast u. Ellebogen naast u. Handen op uw bovenbenen. En adem. Adem rustig. Adem rustiger. Door de neus in en uit. En ontspan je gezicht. Je voorhoofd. Je ogen. De wangen. Lippen, onderkaak. Voel dat er ruimte is tussen je tanden. Klem je tanden niet op elkaar. Vaak doen we dat onbewust. Onderkaak ontspannen. De schouders laag ontspannen. En je ademt goed naar de buik. En je maakt lengte in je rug. Je beeld je in dat iemand met een touwtje aan de kruin van je hoofd trekt. Een hele mooie rechte rug. Zodanig dat we goed kunnen ademen en ons middenrif goed kan bewegen. En voel het contact van je handen met je bovenbenen. De voeten, onderbenen met de grond. En wees je heel bewust van het contact van je zitbordjes, je zitvlak met de grond of met je dekentje. Een uur heel aanwezig in je lichaam. Mindful bewegen. Mindful ademen. Aanwezig in het nu. Open je ogen, hou je blik zacht. Adem in en breng beide armen in de lucht. Adem uit en buig naar rechts. Adem in en kom terug op. Ga de wervelkolom opwarmen en adem uit. Wissel van zijde. Adem in en kom terug op. En op je uitademhaling twist je naar rechts. Kijk naar achter. Adem in, armen terug in de lucht. En adem uit, wissel van zijde, laat je armen zakken. Adem in, armen terug op. En adem uit, draai terug naar voren, neem je knieën vast en maak een hele bolle rug, de kin naar je borst toe. Adem in, ga naar een holle rug. Lift die borst, lift je kin. En adem uit, kom terug met een rechte rug. Strek je benen uit, schud even los en kom terug in kleermaker, zit met je andere been voor. En weer doen we die wervelkolombewegingen. Adem in, armen op. Adem uit, duik naar links, kijk naar de grond. Adem in, beide armen op. En adem uit, andere kant, kijk naar de grond. Even de nek ook losmaken. Adem in, weer lengte in je flanken. En twist naar links. Adem uit, kijk naar achter. Adem in, armen in de lucht, lengte maken. En adem uit, twist naar rechts. Adem in, armen terug op. En adem uit, terug naar voren, knieën vast en een hele bolle rug. Adem in, kom naar een holle rug. En adem uit, terug naar een hele rechte rug. Strijk je benen weer eventjes uit. Plaats de voetzolen tegen elkaar. Doe nog een laatste keertje die flow. Inademen, armen op. Adem uit, duik naar rechts, kijk naar je onderste hand. Adem in, terug lengte maken. En adem uit. En zo bewegen we op het ritme van onze ademhaling. Adem in, kom terug op. Goed voor de flow zo meteen. Adem uit en twist. Adem in, armen in de lucht. En adem uit, andere zijde. Goed naar achter kijken. Adem in, armen in de lucht. En adem uit. Handen op je knieën, maak een hele bolle rug. Adem in een hele holle rug, trek aan die knieën, lift die borst
En adem uit, terug in de rechterrug. Plaats je voeten dichter bij u als dat oké is voor uw liezen. Adem in, armen op. Adem uit, duik naar links, kijk naar beneden. Adem in en terug op. Duw die voetzolen tegen elkaar en adem uit, andere kant. Adem in, terug hoog met die vingertoppen en adem uit, twist. Navel zo ver mogelijk naar opzij. Adem in, armen in de lucht. En adem uit, twist naar de andere zijde. Goed naar achter kijken. Adem in, armen in de lucht. En adem uit, handen op je knieën en maak weer een hele volle rug. Keer naar binnen. Adem in, een hele holle rug. Rol over je zitbotjes, lift die borst. En adem uit, terug een rechte rug. De knieën naar elkaar toe en breng beide knieën naar rechts. Schuif die bovenste knie naar achter. Adem in, breng beide armen in de lucht. Adem uit, handen naar achter jou, op uw mat, lift uw bek, duw die knieën in de mat, duw die voeten in uw mat, lift uw borst, nog één diepe ademhaling. En op uw uitademhaling kom je daar terug uit. Adem in, rechter rug, armen in de lucht. En dan draai je naar links, twist naar links. Goed, rechter rug, één hand in je onderrug. En elke uitademhaling trek je een klein beetje aan je linker bovenbeen om ietsje verder te twisten. We blijven hier even. Je ademt goed naar de buikwand. Paar tellen in. Misschien een klein beetje even lang uit voor de flow. En je volgende inademhaling breng je beide armen op. Adem uit, kom daar terug uit en plaats je handen weer achter jou op de mat. Lift je borst en als dat oké is voor jou, dan lift je die linkerarm op. Hoeft niet, dat is een beetje pittiger. Lift de buik, lift de borst. Vingertoppen naar boven. Nog één diepe inademhaling. En adem uit, kom daar helemaal terug uit. En breng die knieën aan de andere kant, ver uit elkaar. De knieën op de mat. Probeer rechtop te zitten. Adem in, breng beide armen op. Adem uit, handen op de mat. Adem in, lift die borst, lift dat bekken. En adem uit, ga terug zitten. En terug een hele rechte rug. Beide armen op, lengte maken in je flanken. En twist naar rechts, achterste hand in je onderrug. En met die andere hand neem je goed de zijkant van je bovenbeen vast. En elke keer dat je uitademt, trek je aan dat been. Klein beetje meer naar achter kijken. Kom aan, maak je wervelkolom los. Duw je knieën naar beneden, duw de voeten naar beneden. Volgende inademhaling, druk beide armen op. Adem uit, draai terug naar voren. Plaats je handen achter jou. Adem in, lift je bekken op. Adem uit, nog wat hoger en misschien, rechterarm in de lucht. Kijk naar boven, bekken op. Blijf doorademen. En op je volgende uitademhaling kom je daar helemaal terug uit. En strek die benen uit. Schud eventjes los. En dan mag het dekentje een beetje meer opengevouwen worden. Want we gaan op handen en knieën. Bescherm je knieën, eventueel de polsen. Boeken bij de hand om eventueel straks onder uw hand te plaatsen als de vloer te ver weg is. Duim in de mat duwen, tenen onderkrullen. En dan ga je je rechterarm opbrengen, goed de buik, de billen en de bekkenbodemspieren opspannen. En dan linkerbeen in de lucht. Adem diep in, maak je lang. Adem uit, maak je klein. Elleboog en knie tegen elkaar. Tiger roll. Nog een keertje inademen, lengte maken. En adem uit, in tiger roll. Nog een keertje, lengte maken. En adem uit. Hou eventjes je tiger roll aan. Maak een hele volle rug. Breng je kin naar je borst. Laat dat maar even werken allemaal. En plaats je hand en je knie terug op je mat. Andere kant, kom op. In rechte lijn, superman. Houden, buikwand opspannen. Hè. Bescherm goed je onderrug. En hier gaan we. Inademen, lengte. Adem uit, maak je klein. Adem in. En adem uit. Adem in.
En adem uit. Houden, houden. Een hele volle rug. Leef de knieën wat hoger. Nog één keertje diep inademen. Adem uit en laat los. Breng je zitvlak naar je hielen toe. Vingertoppen op de grond, spinnenkoppen poten. Even goed elk teentje losmaken. Hou je hoofd van de mat. Lengte in je flanken. De vingertoppen willen nog iets meer naar voren. Je voelt daar rekken aan de zijkantjes van je rom. En hier gaan we. Adem in. Terug op handen en knieën. Handen plat op de mat. Adem uit. Breng je borst en je kin op de mat. Zit vlak in de lucht. Adem in. Duw jezelf terug op. Kom maar, hoe sterk zijn je armspieren? Adem uit en ga terug. Tik met je zitvlak op je hielen. We doen het nog eens. Adem in. Handen en knieën. Adem uit. Naar beneden. Ellebogen tegen u. Kin op de grond. Adem in. Hoe graag jij. Terug op. En adem uit. Terug naar beneden. Laatste keertje. Inademen. Handen en knieën. Uitademen. Chaturanga variatie. Ellebogen tegen u. Adem in en terug naar boven. Kom maar, laten werken. En adem uit. Terug gaan zitten. En dan kom je terug op handen en knieën. En neerwaarts kijken naar ons. Ja, benen buigen. Zitbordjes goed naar achteren. Ellebogen ver weg van uw polsen. Probeer die holtes van uw ellebogen naar uw duimen te laten wijzen. Open die schouders. Buig uw knieën. Breng uw rechterbeen in de lucht. Adem diep in, een beetje hoger met dat been. Adem uit en plaats je voet tussen je handen, achterste kniepad op je mat. En je kunt altijd je boeken gebruiken als je voelt dat je een hele bolle rug moet maken om aan de grond te kunnen. Adem in, beide armen in de lucht. Je hebt een bal vast, plet je bal. En adem uit, terug naar voren, recht naar voren. De knie ver over je tenen houden. Adem in opnieuw naar boven, armen in de lucht, plet je een bal. En adem uit, terug de handen naar weerszijden van je voorste voet en kom weer naar je neerwaarts kijkende hond. Ja, houden. De hielen wijzen ietsje naar buiten en lift dat linkerbeen nu op. De tenen bovenaan blijven naar de grond wijzen. We openen niet in die heupen, twisten niet in de rug. Adem in, hoger met dat been. Adem uit, plaats je voet tussen je handen, achterste knie op je mat. Adem in, beide armen in de lucht, je hebt een bal vast, plet je bal. En adem uit, rijk naar voren, laat die knie wat meer over je tenen gaan. Kom maar, zwaar naar beneden. Adem in, terug op, low lunge. Adem uit en je handen naar weerszijden van je voorste voet. Breng je voorste voet weer naar achter, neerwaarts kijkende hond. Houden. Een mini stapje naar voren, short dog. Dan krijg je zo wat meer stretch in je kuit, wat minder zwaar voor je schouders. Hou je hoofd tussen je bovenarmen, blijf je duim in de mat duwen. En dan ga je weer je rechterbeen in de lucht brengen. Adem uit en kruis dat rechterbeen heel eventjes over dat linkerbeen. Houden, twisten. Zachte twisten, hielen willen naar de grond toe. En dan brengen we weer dat rechterbeen in de lucht. Diep inademen, lengte maken. En plaats je voet terug op uw mat. Kom maar, nog even ondersteboven hangen. Linkervoet in de lucht, lengte maken. Kruis over. Probeer de hielen wat dichter naar de grond te brengen. Maar hou je benen voldoende gebogen om de rug recht te houden. Niet gemakkelijk. Knijp die knieën tegen elkaar. Houden, duim in de grond blijven duwen. We blijven nog omgekeerd hangen ook. En dan breng je opnieuw dat linkerbeen in de lucht. Hoog op, diep inademen, lengte. Probeer de benen wat meer te strekken en adem uit. Plaats je voeten tegen elkaar. Breng je knieën op je mat. En weer gaan we naar beneden met de borst en de kin. Naar beneden. Maar nu ga je helemaal plat op de buik. Schuif je knieën naar achter en kom naar een baby cobra. Duim in de mat duwen. Probeer je handen naar je voeten toe te schuiven. Houden. En adem uit. Kom terug op handen en knieën. Spreid die knieën. Kom heel even in
child's pose en knijp je vingers zo een klein beetje. En dan kom je langzaam terug. Terug op handen en knieën. Terug naar je neerwaarts kijkende hond. Breng nu meteen je rechtervoet tussen je handen. En plaats je achterste voet plat op je mat. Breng je voorste voet nog wat meer naar voren. Kom hoe ver die voeten uit elkaar. En die achterste tenen die mogen naar de zijkant van je mat wijzen. Beide handen aan de binnenkant van je voet. Lift heel eventjes je linkerarm op. Duw die knie tegen je bovenarm. Zodanig dat je borst nog iets hoger kunt liften. Houden. Je bekken kantelt iets naar achter. Nog een keertje diep inademen. Hoger met die vingertoppen. En adem uit. Terug naar beneden. Dat doen we nog een keertje. Adem in en op. Adem uit en terug. Adem in en op. Adem uit en terug naar beneden. Langzaam. Adem in. Einde van je inademhaling ben je pas boven. En het einde van je uitademhaling ben je pas beneden. Steun nu met je rechter onderarm op je rechter bovenbeen. Lift opnieuw die linkerarm op. En dan komen we helemaal op naar krijgershouding 2. Houden, voeten ver uit elkaar. Laat dat werken in die benen. Probeer je bekken niet te laten hangen. Bekken, zitbotjes wijzen recht naar beneden. Naar de grond toe, de knieën naar buiten. Armen op schouderhoogte. Kijk over je voorste middelvinger. Adem 1, open die schouders, handpalmen op. Adem uit, kijk naar je achterste voet. Lengte maken. Adem 1 en kom terug op. Adem uit, steun op je voorste bovenbeen. Andere arm schuin naar voren. Doen we nog een keertje. Adem 1, krijg er 2. Adem uit, reverse. Kijk naar je achterste voet. Adem in, krijg er 2. En adem uit, steun. Doet hij dat par chocolasna. Kijk naar het plafond, houden. Nog een keertje diep inademen, voeten goed gronden. En adem uit. Breng al de vingertoppen terug aan de binnenkant van je voet. En wandel eens naar de zijkant van je mat. Die voorste voet die gaat ook meedraaien. Hou je benen misschien lichtjes gebogen. De hielen zijn ietsje naar buiten ten opzichte van je tenen. En misschien zijn er die de benen wel kunnen strekken. Ja. Voel wat dat oké is. Rechterhand in je rug. Twist naar rechts. Hoe lukt dat? Een hele rechte rug kan twisten. Dus zorg ervoor dat je die onderste arm genoeg uitstrekt. Naar boven kijken. Nog een keertje diep inademen. Op. En adem uit. Kom daar uit. Linkerhand op je rug. Adem in. Lengte in je rug. En adem uit. Twist. Lift je borst. Kijk naar boven. Houden. Vooral de borst naar boven. Niet te veel in die schouder gaan trekken. Nog een laatste keertje in. En adem uit. Terug naar beneden. Oké. Laat die hielen naar binnen vallen. Naar binnen draaien. Wandel met je handen naar achter. Plaats je handen op je bovenbenen. Lift die borst op. Kom op, we rekken hier. Probeer weer rechtop te zitten. Zo gezegd heb je iets op je hoofd liggen. En dat zou op je hoofd moeten kunnen blijven liggen. Voeten plat. Adem in. Cactusarmen. Goddess Asana. Adem uit. Rechts over links. Adem in. En terug open. Laat die benen maar wat werken. En adem uit. Links over rechts. Voeten plat op je mat, hè. Adem in en op. Adem uit, strek die armen uit. Nog een beetje lager. Bekkenbodemspieren opspannen. Volhouden. Lift je rechterhiel op. En terug. Lift je linkerhiel op. Blijven ademen, hè. Ontspan je gezicht. En terug. Strek die benen uit. Laat al die tenen nu draaien naar de voorkant van je mat. En nu... Heup ook, uw heupen ook, naar de voorkant van uw mat. Houden, maar je blijft daarop zijn met je schouders. Rijk naar voren, plaats je hand op je bovenbeen of onder de knie. Andere arm in de lucht. Hoe zit dat Trikonasana aan een driehoekshouding? En misschien zijn er sommigen die met de vingers op de grond kunnen. Maar wat je vooral wilt is uw bekken toch naar beneden draaien. En die bovenste schouder op. Houden. Driehoek, voeten plat op uw mat,
Laat dat allemaal werken, laat dat rekken in die benen. En dan kom je langzaam terug op. Laat die tenen terug draaien, zijkant van je mat. Achterkant van je mat. Al je tenen richting achterkant van je mat. Je bekken ook, maar je schouders die blijven nog zo goed mogelijk opzij. Niet gemakkelijk. Inademen, lengte. Uitademen, kantel. Je hand op je bovenbeen of op je scheenbeen. Andere hand in de lucht, kijk naar boven. En misschien plaats je de vingertoppen aan de buitenkant van je voet. Maar het is vooral een twist. Hou je navel naar de grond toegericht. Kijk naar boven. Rustig ademen, spreid die bovenste vingers. Je staat stabiel, buikbillen, bekkenbodem opsponnen. Oké, en dan kom je langzaam terug op. Armen op schouderhoogte. Draai al die tenen terug naar de zijkant van je mat. Opnieuw de hielen naar buiten. Benen misschien wat buigen. Inademen, armen op. En weer kom je halverwege met je rond. Oeh, houden. BBB opspannen. En dan linker vingertoppen op de mat. Rechterhand in je rug. Zoals de juist ga je weer twisten. Lift die borst. En nu gaan we er iets bij doen. En met wil je een bovenste arm uitstrekken. Houden, blijven ademen, kijk naar boven. De voeten plat op uw mat. Buig je benen voldoende als je voelt dat dat trekt in de onderrug. Inademen, hoger met die vingertoppen. Adem uit, terug naar beneden. Andere hand op de rug. Inademen, lengte in je rug. En adem uit, twist, twist, twist. Lift de borst, kijk naar boven. Hoog op en eventueel de arm in de lucht. Niet doen als je niet ver genoeg twist. Dan ga je die schouder overrekken. Blijf het doorademen. Ontspan in je gezicht. Houden. Nog een laatste keertje in. En adem uit, terug naar beneden. We gaan naar de spinnenkoppenhouding. Plaats die hielen terug naar binnen. Yes. Ga opnieuw buigen, 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 buigen naar beneden. Lift ene voet op. Lift een andere hiel op. Kruis de armen over elkaar. Ja, spinnenkoppenhouding houden. Blijf de armen. Vingertoppen goed, spinnenkoppen poten, de hielen op. En dan kom je daar langzaam terug uit. Hielen op de mat, lift de borst, kruis nu je andere arm erover. En hier gaan we eventueel benen buigen. Eventueel de hielen op. Kom aan, houden. Ademen, de hielen nog wat hoger. Hoe los zijn uw tenen? Hoe sterk zijn uw beenspieren? Om hier 20 minuutjes te kunnen blijven staan. Kun je boeks gelezen ondertussen? Kun je tv kijken? En dan plaats je de hielen terug. Oeh, strek die benen uit. Hielen opnieuw naar buiten. Oké, wandel met je handen naar de voorkant van uw mat. Breng je voorste voet naar achter en je mag even rustig knieën op de mat. Child's Pose. En dan kom je langzaam terug op handen en knieën. Langzaam terug naar je neerwaarts kijkende hond. En het zou zelfs aan een rusthouding moeten worden, een neerwaarts kijkende hond. Dus niet te veel inspanningen. Gezicht ontspannen, rustige ademhaling. Maar sta wel veilig. Elke vinger goed in de grond duwen. Niet overstrekken in die vingers. Genoeg om nog te kunnen grijpen met je vingertoppen, onderkant van je vingertoppen. Breng je rechterbeen in de lucht. Adem diep in, hoger met dat been. Adem uit, plaats je voet tussen je handen. Hou die achterste knie nu van de mat. Kom aan, heel even een high lunge. Hoeft niet, je kan de knie altijd op de mat brengen. Breng je armen op. Adem uit, rijd naar voren. Laat die knie maar even over die voorste tenen. Kom aan, adem in en terug op. En adem uit, terug naar je neerwaarts kijkende hond. Ja, ander been in de lucht, links op. Houden. Adem in, lift een beetje meer dat been op en adem uit. Plaats je voet tussen je handen, achterste knie probeer je op te houden. Adem in, armen op. Adem uit, de knie over je voorste tenen.
adem in en terug hoog. Laat dat werken in die beenspier. En adem uit. Terug naar je neerwaarts kijkende hand. En dan gaan we heel even naar een hoge plank. En dan brengen we de ellebogen op de mat. Dat is een beetje fijner voor de polsen en een beetje minder zwaar. Je ellebogen recht onder je schouders. Buik, spieren, bekken, bovenspieren. Goed opspannen. Duw die hielen naar achter. En dan ga je die rechteronderarm een kwartje draaien. Ja. En die voeten, die hielen, die gaan naar rechts. En je steunt goed op de binnenkant en op de buitenkant van die andere voet. Oh, en dan kan je naar hem in de lucht. Handen. Kijk naar boven. Was je staat in een variatie plankje. Houden. Duw je voeten in de mat. Schouders weg van je oren. Ontspan in je nek. Ontspan in je gezicht. Volgende uitademhaling. Terug naar beneden met je arm. Andere kant. De voeten wisselen. De onderarm andere kant. En hier gaan we. Kijk naar boven. Duw het bekken op. Schouderbladen naar elkaar toe. Kracht. In elk spiertje van je lichaam, nog een keertje diep in. En adem uit. Terug de ellebogen recht onder de schouders. En wat doen we nu? De dolfijnhouding. Je wandelt met je voeten naar je ellebogen toe. Maar je probeert weg met je schouders van je ellebogen naar achter. Houden. Buig je benen zoveel dat nodig is. Nog een keertje diep inademen. Goed, de schouders openen doen we hier. En kom terug naar je lage plank. Op die ellebogen. Breng je knieën op je mat. Breng je borst op je mat. Armen naast jou. Handen naast die onderste ribben. Kom naar een gewone cobra. Baby cobra is een cobra waarbij je de armen nog kunt liften. De gewone cobra zou ik niet meer loslaten. Houden. Lift die borst. Duim in je mat. Elk voet in de grond duwen. Elk teentje in de grond duwen. Nog één keer ademen. Probeer uw handen aan de achterkant van uw mat te slepen. Dat wordt het nog wel langer. En adem uit. Neerwaarts kijken in de hand. Adem in. Rechterbeen op. Nog een keer naar de trikonasanas. Adem uit. Rechtervoet tussen uw handen. Achterste voet plat. Buig die voorste knie. Lift op en krijg er twee. Voeten ver uit elkaar. Achterste tenen wijzen aan de zijkant van uw mat. En dan strek je dat voorste been uit. Ja, en dan breng je je bekken, nu ga je wel draaien met je bekken. Je bekken gaat naar de voorkant van je mat zo ver mogelijk. Die achterste tenen draaien mee. Rijk naar voren, plaats je hand op je bovenbeen of op je scheenbeen of op de mat. En je andere arm in de lucht. De borst opzij, de benen gestrekt. Hou zeker die benen gestrekt, we willen dat die rekken. Al is dat je net onder de knie je hand plaatst, maar niet hangen hè. Ik kan mijn onderste hand liften en ik blijf staan. Neem het over mee, koor. Krachtig. Nog één ademhaling. En dan kom je daar langzaam terug uit. Buig die voorste knie. Krijgershouding 2. Adem in, schouders open, handpalmen op. En adem uit, reverse. Kijk naar je achterste voet. Adem in, terug 2. En adem uit, doet die dat paars van konasana steun, lengte maken, heel die flank. Adem in en 2. En adem uit, strek je voorste been uit. Alle tenen aan de zijkant van je mat. Alle tenen meteen aan de achterkant van je mat. Buig die voorste knie. Ja, laag. Krijg er 2. Adem in, open die schouders. Adem uit, reversed. Adem in en 2. Adem uit, doet dit apart voor konasana. Adem in en 2. En adem uit, strek dat voorste been uit. En nu gaan we weer met dat bekje toch meer en meer naar de achterkant van je mat. Hoe lukt dat? Draai je achterste voet mee. Niet gemakkelijk, maar we proberen. En dan opnieuw die schouders naar de zijkant van je mat. Rek, zak, arm in de lucht. En weer, waar je hand ook komt, je steunt niet. Eigenlijk kunnen beide armen liften. En anders doe je dat gewoon. Houden. Ja, variatie op de driehoek. De voeten plat op de mat. Gronden. Uw navel wil naar de grond, de borst wil naar boven. We maken de wervelkolom goed los. Nog een laatste keertje inademen. En adem uit. Kom daar terug uit. Handen in uw zijde. Draai alle tenen terug naar de zijkant van je mat.
Nog een allerlaatste keertje. Hielen naar binnen, tenen naar buiten. Zak naar beneden. Kom al, neem je bovenbenen vast. Draai die misschien wat meer naar achter, dat je nog wat lager kunt zitten. Lift die hielen op. Hoe lukt dat? Ja, armen in de lucht. Rijk naar voren, zak naar beneden. Spinnekop voor de laatste keer. Maak je klein. Adem in, lift je borst. Wissel van zijde, andere arm overkruisen en opnieuw laag. Hielen wat hoger. En dan ontkruisen. Wandel terug met je handen naar voren. Plaats de voeten terug plat op je mat. Yes. Voorste voet naar achter. Plat op je buik opnieuw. Bovenbenen lichtjes naar binnen draaien. En dan breng je je rechter oog op je mat. En schuif je de rechterknie naar boven. Heel even Spiderman. Eventjes goed de heup openen. Die bovenste knie wilt ver weg van jou. Voel die rek in je lies. Cactusarmen. Spiderman. Die klimt naar boven. Even een houding om tot rust te komen. Je ademt rustig naar je buik. Vertraag je ademhaling. En dan wissel je van zijde. Andere knie naar boven, ver naar boven en ver weg van jou. Linker oog op je mat, dat je de nek wat losmaakt. En vertraag uw ademhaling. Adem nu ook een klein beetje langer uit dan dat je inademt. Een ander ademritme, want we gaan ook nu liggende, zittende oefeningen doen. Vertraag. Strek je ook dat been terug uit. Draai je bovenbenen naar binnen. Kom heel even met de ellebogen recht onder je schouders. Je kan ze vastnemen, dan voel je dat ze echt wel op de juiste afstand zitten. En buig je benen. Heel de voorkant van je lichaam mee verrekken. Lift die borst. Probeer je wielen naar de zitvlak te brengen. Adem naar die flanken toe. Als je voelt hoe dat valt wel mee, dan draai je die onderarmen een klein beetje naar buiten. Probeer je die armen uit te strekken. Houden, schouders weg van je oren. Schouderbladen naar elkaar toe. Zeehondje, seal pose. Duim in je mat duwen. Zoek jouw optie. Hè. Houd het op de ellebogen of hou je benen terug gestrekt. Kan allemaal. Nog een keertje diep inademen. Goed naar die flanken. En op je uitademhaling terug de benen uitstrekken. De ellebogen terug op de mat. Wandel naar achter. Kom op handen en knieën. En maak heel even die kat terug. Kantel je bekken. Wervel per wervel. Hou de kat terug aan. En goed naar je bovenrug toe ademen. Dat zal even goed doen naar de ziel. Goed doorhalen. Duim in de mat duwen. En dan laat je los. Okay. Heb je daar je boekjes of je blokjes? Dan plaatsen ze nu voor jou. Tegen elkaar. Gewoon een stapeltje maken, maar een redelijke lange stapel. En wat ga je nu doen? Je plaatst de ellebogen op die boekjes. Ja, de handpalmen tegen elkaar. En dan zak je met de borst naar de grond met je hoofd ertussen. Om de schouders te openen.
rustig. En dan kom je langzaam terug op. Oké. We gaan nog een laatste keertje de spieren van de buik versterken. Plaats je ellebogen terug recht onder je schouders. Kom aan. De benen uitstrijken, lage plank. Rechter onderarm draait een kwartje. Hielen naar opzij. Arm in de lucht. Houden. Wil je het een beetje pittiger nu? Dan plaats je beide voeten op elkaar. Wil je het nog pittiger? Dan buig je dat bovenste been. En breng je die knie naar boven. Houden. Houden. Je kunt met je arm en je hand de knie naar achter brengen. Houden, ademen, hoe sterk zijn de spieren van uw buik. Nog een laatste keertje in. En helemaal terug uit. Strek beide benen uit. Plaats de ellebogen alle twee terug op uw mat. Kom terug naar uw lage plank. We wisselen van zijde. Linker onderarm draait een kwartje. Hielen naar links. Ja, hoog met je rechterarm. Wil je het een klein beetje pittiger? Plaats beide voeten op elkaar. Houden, Vasisthasana. Wil je het nog wat pittiger? Buig je dat bovenste been. Breng je die knie naar achter. Houden. Duw die knie naar achter. Goed blijven doorademen. Je kijkt gewoon naar opzij. De nek blijft lang. En op je volgende uitademhaling kom je daar terug uit. Nog heel even naar je lage plank. Adem nog een laatste keer diep in. Heel lang uit. En laat los. Je draait op de rug. Je draait langzaam op de rug. Tekentje mag eronder weg. De benen buigen. De voeten plat op uw mat. Plaats je handen op je buik, vertraag. Plaats je voeten dan tegen elkaar en laat ze naar buiten zakken. Vier tellen in en acht tellen uit. Een ademritme waar we zo meteen ook gaan blijven doen. En zelfs straks de les mee afsluiten. Die trage ademhaling. Terug de knieën naar elkaar toe. Plaats je voeten zo breed als je mat. Laat beide knieën naar rechts zakken. Hou de schouders op de mat. Duw de knieën naar beneden. Adem in, breng de knieën terug op. En adem uit. Laat de knieën naar links zakken. Duw de knieën naar beneden. Hou je schouders op de mat. Adem in en terug op. Adem uit, opnieuw naar rechts. Voel wat dat doet in uw onderrug. Zo belangrijk voor ze biedt. Adem in en terug op. En adem uit naar links. Naar beneden die knieën. En dan breng je de knieën terug op. Schuif je bekken een klein beetje naar links. Laat nu de knieën weer naar rechts zakken. Is het oké voor je rug? Of heb je graag iets onder die linkerknie? Dat die knie minder laag zakt. Dus je voelt niks in je onderrug. Wil je wat meer pit, dan plaats je de rechtervoet op je linkerknie. Dan heb je nog wat gewicht van dat been. Dan kan de linkerheup nog wat meer openen. Is het helemaal oké voor je rug? Dan blijf je zo liggen. Het mag niet pitsen aan één kant van je onderrug. Pas op, hè. En dan gaan we nog iets bij doen. Degene die nog iets extra bij willen. Die verstrengelen de vingers achter hun hoofd. En die schuiven met de romp een klein beetje meer naar links. Dus je zit in een twist, maar ook in een zijwaartse buiging. Opgelet, voel of het oké is voor jouw rug. Vijf diepe ademhalingen. Goed naar de buik. De benen zijn ontspannen, ze wegen zwaar.
Dus je ziet dat je linker elleboog dichter en dichter naar de linker voet komt. Voel niks in de onderrug. Werk diep nu in die linker heup, de psoas. Spier die vaak te kort is door onze stoelcultuur of gewoon door stress ook. Hè. Verkramping van de psoas. Ontspan je gezicht. Ontspan elk spiervezeltje. Kom je daar langzaam terug uit. Schuif eerst met je schouders terug volledig op je mat. De armen naast jou. De rechtervoet van de linkerknie af. De knieën terug naar het midden. En nu gaan we dat wel voelen in de ruggen. Dat dat zwaar gewerkt heeft. Je bekken terug op zijn plaats. Plat. De voeten op heupbreedte. Neem beide knieën eventjes vast. Maak kleine cirkeltjes, masseer heel die onderrug. Langzaam. Plaats je de voeten plat op je mat, op heupbreedte. Neem de zijkanten van je mat vast. Duw je hoofd in je mat en duw die voeten goed in je mat. Adem in en op je uitademhaling leef je buik en borst tegelijkertijd op. En je probeert zo gezegd je mat onderuit je voeten uit te trekken. En dan voel je dat je veel krachtiger gaat werken in een bovenrug. Hou de knieën op heupbreedte. Hou je voeten plat op je mat. Kijk niet meer naar opzij. Even goed alles terug op zijn plaats. De rugspieren laten werken. En op je volgende uitademhaling kom je daar terug uit. Plaats eerst je staartbeentje op de mat. Probeer dat te doen. En dan terug de voeten. Breed uit elkaar. Zo breed als je mat. Schuif je bekken nu naar rechts. Ja, laat die knieën nu eens naar links zakken. Heel eventjes checken. Is het oké voor de rug of heb je graag een dekentje of iets onder die rechterknie? Is het helemaal oké voor de rug, dan plaats je misschien je linkervoet op je rechterknie. Dan gaat die rechterbil nog wat meer zweven, dat is helemaal oké. Goed blijven voelen. Ofwel is dit jouw optie. Ofwel verstrengel je de vingers achter je hoofd en glij je weer helemaal over de grond met je romp in een extra pittige zijwaartse buiging. En dan blijf je hier liggen. En je weet, als je snel en hoog begint te ademen en je kan dat niet aanpassen, dan geeft jouw lichaam aan dat de houding niet oké is voor jouw lichaam. Dat de situatie niet oké is. Dan ga je eruit. Naar een gewone liggende vlinder. Je blijft naar de buik ademen. De benen wegen zwaar. De armen wegen zwaar. En dan schuiven we terug naar het midden. Mindful, hè? Zo langzaam. Hou het veilig. Eens dat je terug op de mat ligt met je romp. Linkervoet van die knie af. De knieën terug op.
Het bekken terug plat op je mat in het midden, voeten op heupbreedte, armen naast jou. En weer neem je beide knieën vast. Weer masseer je die onderrug. Kleine cirkeltjes maken met die knieën. Ook in de andere richting. En om dat terug goed op zijn plaats te zetten en alles terug goed te laten werken. Voeten op heupbreedte. Nog een keertje naar Sittupadasarvangasana, halve brug. Maar mijn kleine optie voor degenen die willen. Zijkanten van uw mat vastnemen. Duw je hoofd in je mat, voeten in je mat. Adem diep in. En op uw uitademhaling bekken en borst hoog op. Houd de voeten plat. Trek het matje zogezegd onder uw voeten uit. Wandel met die schouderbladen aan elkaar toe. Degenen die een beetje meer pit willen. Haal beide heupbotjes op dezelfde hoogte. Lift je rechterbeen op. Houden. Hoog met dat been. Duw die linkervoet in uw mat. Nog een laatste keertje hoger. En op je volgende uitademhaling langzaam dat been naar beneden. Wissel van zijde. Linkervoet in de lucht. Kom aan. Heupbotjes hoog. Lift je linkerheup nog wat hoger. Blijven ademen. Op. Voeten. Ene voet goed in de grond blijven duwen. En op je volgende uitademhaling de voet terug neer. Blijf nog even boven. En op je volgende uitademhaling bekken naar beneden. Eerst je staartbeentjes. Dus je kantelt je bekken naar voren. Je voelt dat. Dat is heel subtiel. Maar dan blijf je goed aan die rugspieren werken. Laat los. Kom nog even naar je liggende vlinder. De armen ontspannen. Schouders opendraaien. De knieën laat je zakken. Adem rustig. En dan brengen de knieën terug naar elkaar toe. Het is tijd voor Shavasana. En weet dat je veel props kunt gebruiken. Een dekentje op je borst. Een oogkussentje op de ogen. Stel afgeleid, dan plaats je iets op de buik. Dat je er telkens terug aan herinnerd wordt om naar de buik toe te ademen. Voel niks in je onderrug, anders moet je iets onder de knieën brengen. Adem rustig. Nog een paar minuten. In deze lijkhouding. Ga heel even de punten af van je lichaam die de vloer raken. Heel bewust van elk contactpuntje met de grond. Heel aanwezig in je lichaam hierdoor. En bij elke uitademhaling voel je jezelf dieper en dieper in de grond zinken.
Bewegen de vingers en de tenen, polsen, enkels. Breng beide armen eventjes naar achter, adem die benenrekken goed uit. En op je uitademhaling laat je helemaal terug los. Buig de benen, laat de voeten plat op de mat. Rechterhand in je nek en draai op de zijde. Maak je klein, de knieën op, de kin naar binnen, adem nog even goed naar de bovenrug. En dan kom je langzaam terug op. Haal je ogen dicht. Zet je gemakkelijk. Kleermakers zit bijvoorbeeld de handen in Ajani Mudra. Terug rechts. Adem nog een keertje diep in. En heel lang uit. Namaste.